Marokko vond ik waanzinnig als kind. De plekken waar we naartoe gingen, het stranden, maar in die end toch vooral vanwege familie. Ja, je hebt gelijk die klik, je hebt gelijk een soort gevoel. Je hebt gelijk een gevoel van hier kom ik vandaan. Vanaf het moment dat die vliegtuigdeuren opengaan, die hitte, die warmte. En dat is iets wat ik, als ik nu naar Marokko ga, voel ik dat nog steeds. Ik ben altijd ook gewoon trots geweest op het feit dat ik anders was, op het feit dat ik Marokkaanse bloed heb. Ik heb me best wel lang geen acteur durven noemen. Ik bedoel, dit vak bestaat sowieso uit vallen en opstaan. Uit afwijzing naar afwijzing, echt onderaan de ladder. En zo langzaamaan omhoog geklommen naar het professionele circuit. En dat was in ieder geval voor mij de route naar acteurschap. Ik merk dat ik nu even aan het genieten ben van de plek die ik voor mezelf heb gecreëerd. Waar ik kan genieten van mijn gezin. Waar ik de mogelijkheid krijg om nieuwe dingen te ontwikkelen. Ik heb heel lang kaart gewerkt en die dromen nagejaagd. En nu ben ik even heel erg bewust van het feit dat ik heel veel dromen heb gerealiseerd. En laat ik daar gewoon ook van genieten.